Ado TV was deze week aanwezig bij de Bits en Bytes borrel en daar spraken wij Rob Meppelink, de nieuwe hoofdopleiding en technisch manager van Ado Den Haag. Rob Meppelink, je eerste Bits en Bytes borrel in het Kyocera Stadion. Ja, wat heb je de mensen verteld? Ja, het is eigenlijk gewoon wat mijn vak is en wat mijn passie is. En dat verteld en geprobeerd het over te brengen, eigenlijk niet meer als dat. En wat probeer je over te brengen, wat probeer je mee te geven? Je plan voor de komende jaren of je ervaring tot nu toe? Ook mijn ervaring tot nu toe en ook vergelijkingen getrokken van waar ik nog meer gewerkt heb, ook in het buitenland. En dan echt ADO erbij halen, eigenlijk hoe mooi de club is. Je bent nu een tijdje aan boord hier bij ADO Den Haag. Hoe gaat het tot zover? Je bent volgens mij op het goede moment binnengekomen. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, prettig. Ik voel me toch wel gelijk thuis. En, het is natuurlijk wel eventjes een hoop mensen die op je afkomen. Maar ja, daar krijg je ook heel veel energie van. En het werk wat ik doe, ja, dat vind ik zo leuk om te doen. En het is in de stad waar je woont. Het is bij de club waar je eigenlijk bent opgegroeid. Dus ja, allemaal hartstikke goed en positief. En daar wordt er al gesproken, hè, waar we niet over mogen spreken, het Fraser-effect. Maar mogen we volgend seizoen ook het Meppelink-effect erbij gaan zetten? Nee joh, die effecten allemaal. Nee joh. Dus allemaal, het is gewoon goed. Het is goed voor de club, goed voor de stad. Dat we zover zijn. En dan kunnen we lekker de jeugdopleiding misschien een liftje geven. Lekker aan werken. Dus dat is, maar over effecten gaan we maar niet praten. Even naar de jeugdopleiding. Wat zijn voor jou voor 2014, 2015 je primaire doelen? Ja, toch echt wel kijken naar het individu beter maken en proberen jongens naar het eerste elftal hier te krijgen. Ik zeg altijd, dat zei ik net ook, een Hagenees, het is pas goed als het weg is, zeg ik altijd. En daar kunnen we natuurlijk wel een legio spelers van opnoemen. Maar wij moeten inderdaad daar wel trots op zijn op deze stad. Er is gewoon veel mogelijk. Dat mag ook best eens gezegd worden. Ja, absoluut. Dat moeten we ook gaan zeggen. Want er is gewoon veel mogelijk. En natuurlijk spelen er veel jongens ook bij in andere clubs. Maar wij leiden gewoon ook mensen op die... Tim Krul komt hier toch vandaan. Succes de komende tijd. Dankjewel.